Hallo lieve maagden, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 43, 21 tot en met 27 oktober. Het is een algemene reading. Haal er vooruit wat je nodig hebt. Lieve maagd, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Het hoofdthema voor de maagd. Okay, er komt dus denk ik een heel verhaal uit. Ja, op dit moment ben je ontevreden met hoe dingen gaan. Je wilt het graag anders, maar je weet op dit moment niet zo goed hoe je dat moet veranderen. Het is even zwaar, het wordt even veel. Daarbij zie ik ook dat je graag vruchten zou willen plukken, maar dat dat op dit moment gewoon niet kan. Het is niet helpbaar, omdat de dingen gewoon niet duidelijk zijn met wat je nou precies wilt. En ook al weet je wel wat je wilt, het ligt op dit moment niet voor het oprapen. Want je wilt graag voorspoed. Maar de situatie waar je nu in zit, dat blijft nog langer sudderen dan dat het je had gehoopt. Laten we eens even gaan kijken wat je verder deze week kan verwachten. Ik hoor ook echt, let goed op jezelf. Neem de tijd en neem je rust. Ik zie dat je bezig bent om echt zaken te gaan veranderen. Om het verleden los te willen laten. Een nieuwe toekomst te willen creëren. Maar daardoor heb je ook tijd nodig om even op jezelf te kunnen focussen. En ik heb het idee dat je doorloopt en doorloopt en doorloopt. Terwijl je eigenlijk weet, dit ga ik niet volhouden op deze manier. Dus ik ga kijken of je tussendoor ook een pauze in kan lassen. Want je vraagt echt te veel van jezelf. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat je verplaatst wordt. Bij wijze van spreken omtrent werk. Dat je ineens naar een andere vestiging toe moet. Wat heel veel van je vraagt. En ik hoor de hele tijd ook. Stel je grenzen. Er is veel twijfel op dit moment in je leven. En wanneer je rust zal pakken, zal er wat meer rust komen. De boodschap die ik mag meegeven, soms is moed een zachte stem die aan het einde van de dag stilletjes zegt, morgen probeer ik het opnieuw. Lieve maagd, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en wie weet, tot de volgende keer.